allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe extra video. Het is voor vrijdag, dus dat betekent natuurlijk extra video. En vandaag eentje die ik zelf heel erg leuk vind, namelijk een shoplog van United Wardrobe. Zelf kijk ik regelmatig op United Wardrobe, bijna wel iedere dag. Als ik me eventjes verveel, ga ik gewoon eventjes lekker door de pagina heen scrollen, kijken of ik nog wat leuks kan vinden. Ik krijg dagelijks zo vaak de vraag over United Wardrobe, hoe ik mijn spullen vind, hoe ze iets moeten plaatsen, hoe ze iets moeten opsturen. Dus ik dacht, ik ga daar een video over maken. Ongeveer 1,5 jaar of 2 jaar geleden heb ik al een video gemaakt over United Wardrobe. Daar liet ik echt zien hoe ik mijn items op United Wardrobe zette. Welke prijs ik ervoor vroeg. Hoe ik het opstuurde. En die inhoud eigenlijk een beetje. Dus die video zal ik in het i'tje zetten. Dat is echt meer ja, het inhoudelijke gedeelte zeg maar, van hoe zet ik nou iets erop. En voor nu ga ik jullie echt een beetje meer mijn trucjes op United Wardrobe laten zien. En de items die ik heb geshopt. En hoe je dat nou het best kunt vinden. En dat er helemaal omheen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Doe alvast een duimpje omhoog als je er heel veel zin in hebt. En dan gaan we snel beginnen. Ik denk dat het leukst en handigst is als ik eerst een beetje wat dingetjes ga vertellen over hoe ik mijn items vind. En daarna de items ga laten zien aan jullie. United Wardrobe is zo'n groot platform dat ja, je kan gewoon niet alles tegenkomen. Het is gewoon echt mega groot. Je hebt er schoenen, shirts, tassen, broeken, jassen. Mensen verkopen er ook zelfs make-up op. Je hebt er echt van alles. Het is ook in heel veel landen. Het is niet alleen in Nederland. Dus het is gewoon zo'n groot platform dat je nooit alles zult vinden. Dus met alleen een beetje scrollen en een beetje zoeken kom je er gewoon niet. Althans, ik heb gemerkt dat hoe meer ik op de app zit, hoe meer de voorpagina zich wel een beetje aanpast aan mijn smaak, heb ik het idee. Maar toch moet ik altijd nog wel een beetje zoeken voordat ik echt de pareltjes tegenkom. En hoe ik dat nou doe, is ik ga gewoon op zoek naar merken en blijf gewoon doorklikken. Ik ga eventjes mijn telefoon erbij pakken en hier aan de zijkant zo'n plaatje zetten. Dan kunnen jullie een beetje zien hoe ik het doe. Allereerst ga ik gewoon naar de app toe. En dan heb je hier zeg maar de voorpagina waar ik het net over had. Nou, je kan hier gewoon tussen kijken of je leuke dingetjes ziet staan. Kijk, ik vind zelf dat de vorige pagina best wel een beetje is aangepast op wat ik leuk vind. Ik weet niet of dat automatisch gaat, maar de meeste dingen wat hier tussen staat vind ik wel leuk. Maar heel vaak zoek ik gewoon op merk. Bijvoorbeeld hierboven heb je dat zoekbalkje. En heel vaak typ ik dan gewoon een merk in wat ik zoek. Bijvoorbeeld Lovies. Er staat heel veel van op United Wardrobe. En dan ga ik gewoon zoeken. Ja, het is vooral ook best wel veel doorklikken heb ik altijd. Ik kom opeens op een account uit dat ik denk, oh my god, ja. Bijvoorbeeld dit is dan Lovies. Maar bijvoorbeeld ook Alex de Label zoek ik wel eens op. Vind ik ook echt heel erg leuk. Er staat ook heel veel van op. En vooral met Alex de Label is het gewoon, in de winkel betaal je gewoon voor een trui vaak 120 euro. En hier betaal je voor een trui, nou je ziet het, 50 euro. Dat scheelt gewoon meer dan de helft. Dus dat is echt veel voordeliger natuurlijk. En je hebt er ook bijvoorbeeld items tussen zitten die jij zelf niet hebt kunnen scoren omdat het al uitverkocht was. En mensen die het dan wel verkopen in United Wardrobe, dus dat je daar dus alsnog aan kan komen. Dat vind ik dus heel erg chill. Oh, deze trui vind ik heel leuk. Ik heb deze trui in het zwart. Oeh, die ga ik eventjes onthouden. Oehoe. Wat ik dus inderdaad altijd doe, dat zie je me nu ook doen. Als ik dus iets zie wat ik heel erg leuk vind, geef ik het gewoon een hartje. En hieronder tussen die 5 icoontjes zie je ook een hartje staan. En dat zijn dus je favorieten. Ik heb dus ook wel een paar favorieten opgeslagen. Bijvoorbeeld dit merk, Johnny, vind ik ook heel erg leuk. Of Gunny, weet ik hoe je het uitspreekt. Ja, ik weet niet. Je zoekt gewoon, je blijft gewoon verder tikken, want zo kom je steeds meer dingen tegen. En zoek vooral op hashtags en merken, want dat helpt gewoon heel erg. Mensen zetten vaak gewoon een merk in de titel of zetten zo'n hashtag erbij. Even kijken of zij dat ook heeft gedaan. Ja, kijk, hier heb je bijvoorbeeld de hashtag Sandro. Nou, klik je op die hashtag, kom je hier weer allemaal andere Sandro items tegen. En ik blijf echt vaak gewoon, soms ben ik wel echt gewoon een uurtje lekker aan het scrollen en dan kom ik zoveel dingen tegen. Bijvoorbeeld deze broek heb ik ook al een tijdje geleden gekocht. Maar die staat er bijvoorbeeld ook op. En daar krijg ik ook altijd heel veel vragen naar. Dus het is gewoon zoeken op merken. Gebruik gewoon de hashtags. En dan kom je er eigenlijk wel. Ik vind het ook best wel leuk om een soort van volgers te sparen. Ja, het klinkt heel gek. Maar hoe meer volgers je natuurlijk hebt, hoe groter de kans is dat jij iets verkoopt. En wat dus ook zo is, als jij iemand uitnodigt. Dus stel jij nodigt je moeder uit om ook een account aan te maken met jouw link. En zij koopt dat via United Wardrobe, krijg jij 5 euro als bedankje dat jij iemand hebt toegelaten tot United Wardrobe. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus je kan ook shoptegoed sparen en krijgen, zeg maar. Dat staat hier. Ik heb dan toevallig nu 0 euro shoptegoed. Maar hier staat ook, als jij iemand uitnodigt en diegene koopt wat, dan krijg je dus 5 euro. En diegene die wat heeft gekocht, dus die ook nieuw is, krijgt ook 5 euro. En hier kan je dus je shoptegoed zien. Zo kan je dus ook nog een beetje extra korting krijgen als je dus meer mensen uitnodigt. Dus ja, dat is heel erg leuk. Sommige mensen zeggen ook altijd, hoe krijg je zo snel je dingen verkocht? Maar dat is dus echt gewoon volgers opbouwen. En bij de een zal dat makkelijker gaan dan bij de ander. Maar als je steeds leuke dingen blijft posten, goede foto's maakt van de producten. Want sommige mensen die
Ik heb nu even deze schaduw. Die hebben zo een foto, maken zo hiervan een foto. En dan denk je ook, ja, wat is het nou? Maar als je gewoon die trui gewoon mooi uithangt op een hangertje aan beeld, daarmee plaatst, dan krijg je al zoveel mogelijk volgers erbij. Omdat je gewoon goede foto's levert, zeg maar. Dan gaan we maar beginnen met de items die ik heb gevonden op United's Wardrobe. En ik zal ook een beetje vertellen hoe ik ze heb gevonden. Misschien ook wel leuk om te doen. Ik had dus wat shoptegoed van United's Wardrobe gekregen om wat leuke dingetjes mee te shoppen. En daar heb ik als eerstes deze trui van gekocht. Voor de mensen die me al wat langer volgen, die weten dat ik deze ook al in het blauw heb. Die heb ik dus ook gekocht op United's Wardrobe. En daar kreeg ik zo ontzettend veel vraag naar. Ook toen ik deze op mijn Instagram had geplaatst, kreeg ik ook weer mega veel de vraag waar ik hem vandaan heb. Hoe ik hem heb gevonden. Hoe het site of het account heet op United's Wardrobe. Maar dit is dus de trui. Het is gewoon een hele simpele grijze trui. Maar hier staat dus een klein opdrukje. En daar staat dus Valentina Chanel. Het zijn van die custom-made sweaters die mensen gewoon via United's Wardrobe verkopen. Ja, ik ben hier gewoon echt heel erg blij mee. Ik heb dus ook de blauwe. En dat is echt een van mijn favoriete truien. Dus toen zag ik deze voorbij komen. En toen dacht ik, ik wil jou hebben. Ik wil jou gewoon hebben. Want de truien gaan best wel snel, kan ik jullie vertellen. Het is echt een soort van hype omgekomen. Iedereen wil die truien hebben. Maar ze worden maar gewoon heel minimaal verkocht via United's Wardrobe. Maar waar je ze op kan zoeken is bijvoorbeeld Valentina. Valentina sweater, Valentina vintage. Onder die naam vind ik vaak wel deze truien. Het account waar ik toen de blauwe trui heb gekocht, die bestaat niet meer. Ik heb het toen opgezocht, maar ik kan hem helaas niet meer terugvinden. Maar hij heette toen uit mijn hoofd Valentina. Dus als je gewoon zoekt op vintage of Valentina, vintage Valentina, Chanel Valentina, dan kom je hem vanzelf wel tegen. Zo ben ik hem ook weer opnieuw tegengekomen, zeg maar. Dus ja, met deze ben ik echt heel erg blij. Je kan dus op United's Wardrobe bijvoorbeeld tweedehands dingen verkopen die je zelf hebt gedragen. Maar ook dingen die nog helemaal nieuw zijn. Waaronder dus deze trui. Deze trui is dus gewoon helemaal nieuw. En ja, ze zijn echt heel erg gewild. Ze hebben echt super veel leuke kleuren. Grijs, wit, roze, lichtblauw, donkerblauw. Of nee, niet donkerblauw, donkerroze. Ik wilde eigenlijk heel erg graag de witte of de lichtroze, maar die waren weg. Dus ik dacht, dan maar de grijs, want die vind ik ook heel erg leuk. Dus die heb ik daarop gekocht. Dus dat is deze. Kijk, ik heb nu ingetoetst vintage Valentina. En ik kom gelijk deze trui tegen. En ik zie nu ook dat ze er dus ook hoodies van hebben. Dat is weer nieuw. Dus zeker een tip. Ik zal nog eventjes in de beschrijving zetten hoe ik het heb gevonden. Precies voor als je het vergeten bent of terug wil opzoeken. Dan staat het in de beschrijving. Dan het volgende item. En die heb ik nog eventjes in de zak bewaard. Want ik wilde eventjes laten zien hoe leuk deze jacket heeft ingepakt. Echt heel leuk. Ik had hem wel opengemaakt om hem goed te keuren dus. Maar ik dacht misschien wel even leuk om te laten zien. Maar ik heb bij haar dus een shirtje besteld. En dat is deze van Le Cap Noir. Noir. Ik vind dit gewoon echt een heel erg leuk merk. Van Lizzie van der Licht is dit merk. En ik had er zelf ook al een keertje een broek van. Die heb ik toen ook weer verkocht via United's Wardrobe. En ik was gewoon een beetje aan het zoeken. En vaak typ ik dan gewoon merkjes in wat ik leuk vind. En ik had dus ook Le Cap Noir ingetypt. En toen kwam ik dus opeens dit shirt tegen. Ik heb hem wel in een maatje M. Nou, de maat kan ik eventjes niet vinden. Maar als het goed is, is het dus een maat M. Want ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk voor op vakantie op een shortje. Die je dan zo'n beetje zo in dat shortje kan doen. Ik weet niet, ik kreeg gewoon echt een beetje zo'n vakantiegevoel van de shirt. Vond ik echt heel erg leuk. En dit zijn dus ook gewoon wat grotere merken die normaal gewoon een stukje duurder zijn. En die op United's Wardrobe dus gewoon echt voor een leuker prijsje kan kopen. Dus daar is dit eentje van. Dit hoeft natuurlijk niet alleen leuk te zijn voor de zomer. Je hebt nu dus tegenwoordig zoveel van die leuke cardigan vesten en zo. Dat het ook heel erg leuk is om die hier overheen te dragen met een mooie lichtblauwe spijkerbroek of zo. En dan zo'n mooi beige vest eroverheen of een wit vest. Kan dit ook echt heel erg leuk zijn voor in de herfst. Dus dat is die. Dan gaan we verder met iets waar ik echt ongelooflijk blij mee ben. Ik kan echt, toen ik deze trui had gevonden, toen dacht ik echt, oh my god, ik ga je sowieso kopen. En dat is namelijk deze trui van Ralph Studios. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar het kaartje zat er dus zelfs nog aan. Ik weet niet of je het kunt zien. Het kaartje zat er gewoon dus nog aan. Hij was oorspronkelijk in de winkel, was die 140 euro. En ik heb hem dus op United's Wardrobe gekocht voor 70 euro. Dus dat is gewoon 50% korting, terwijl het gewoon een gloednieuwe trui is. Hij is helemaal nog niet gedragen. En dit is ook een merkje wat ik echt onwijs leuk vind. Ik vind de tassen van hun ook echt heel erg leuk. Daar heb ik ook nog naar gekeken. Maar er zat niet echt een kleurtje bij waarvan ik dacht, oh ja, wil ik hebben. Dus dat is gewoon een merk wat ik nog dagelijks in de gaten hou om te kijken of mensen nieuwe dingen daarvan plaatsen, zeg maar. Maar ja, ik ben echt mega blij met deze trui. Hij is zo lekker zacht. Het is gewoon een hele simpele trui. Hij is donkergrijs en er staat op Ralph Studios. Maar ik vind hem echt onwijs leuk. Echt, hij is mega lekker zacht aan de binnenkant. Dat is echt niet normaal. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En vooral nu een beetje rond de herfst, winterperiode, merk je gewoon weer dat mensen er meer truien op gaan zetten. Omdat mensen die gaan hun kast uitzoeken van, oké, wat heb ik nog nodig deze herfst? En dan komen ze erachter van, oh, ik vind deze trui niet meer leuk. Laat ik het erop zetten. Dus je hebt nu gewoon heel veel winter- en herfstkleding wat mensen erop zetten. Waaronder dus deze trui. Ik ben er zo blij mee. Echt
heel blij mee. Dus dat is die. Dan nog een trui die ik eigenlijk een beetje toevallig ben tegengekomen. Ik zat gewoon een beetje te scrollen op die homepagina, zeg maar. Ik was niet echt speciaal op zoek naar iets. En toen zag ik dus iets voorbij komen. En toen dacht ik, oh, ik vind jou echt heel leuk. En dat was maar 10 euro. En dat is namelijk deze gebreide trui van de Mango. Het is dus origineel een Mango trui. Het is in een maatje M, zodat die lekker een beetje oversized valt. En het is dus een hele mooie beige gebreide trui. En ik vond hem echt heel erg leuk. En dat was dus, zoals ik zei, maar 10 euro. Dat ik dacht van ja, jou wil ik wel gewoon hebben lekker voor de winter. Ik vind het echt heel erg leuk voor in de winter. Voor met een lichtblauwe spijkerbroek of voor met een witte broek. Zelfs vind ik ook wel heel erg mooi. En dan een mooie tas of een lange jas erbij. Echt zo'n heel erg lekker stofje. En ik vind het ook heel erg leuk dat hij zeg maar zo'n kraagje soort van heeft. Kan je mooie kettingjes overheen dragen. Dus dat is deze. Daar ben ik echt heel erg blij mee. En voor 10 euro. Ik weet niet wat de originele prijs van deze in de winkel was. Maar vaak zijn de truien bij de Mango wel rond de 30 euro. Dus ja, en ze zei dat ze maar 2 keer gedragen had. Eigenlijk altijd als ik wat op die Nightwarder bestel, was ik het wel eerst eventjes voordat ik het ga dragen. Dat vind ik wel gewoon zo fris. Dat is gewoon voor mezelf, vind ik dat gewoon fijn om te doen. Dus dat doe ik wel altijd als het thuis komt. Gelijk eventjes de wasmachine in, want dan kan je het daarna gewoon lekker dragen. Dus dat is deze. En als allerlaatste heb ik echt de allerbeste aankoop op je Nightwarder ooit gedaan. Ik denk dat het toch wel een van mijn favoriete aankopen is. En dat is namelijk een paar schoenen. Maar hier zit nog een beetje een verhaal achter. Ik had eerst een jas gevonden van Sandro. Een hele mooie. Ik zal even een foto laten zien. Dat was namelijk deze jas. Het is zo'n lange trenchcoat jas. En dat was echt bubbelkumrols. En ik vond hem zo gaaf. Want ik wist dat Sandro zeg maar ieder jaar zo'n soort kleurtje uitbracht. Ze hebben ook wel eens blauw gehad. En nu hadden ze dan een paar jaar geleden hadden ze roze. En die wilde ik dus kopen van dat meisje. Dus nou, ik ben helemaal blij dat ik die had gevonden. Ik had hem ook weer gewoon gevonden door te klikken en te zoeken op Sandro en op jassen. Want je kan ook zeg maar allemaal filters aangeven van, nou, het merk Sandro typ je dan in. Maar stel je bent op zoek naar een jas, typ je gewoon in jassen. Dus dat had ik gedaan. En ik kwam deze jas tegen en ik dacht, oh my god. Het was wel in een maatje M en normaal heb ik een XSS. Maar ik dacht, weet je, dan valt hij gewoon een beetje oversized. Dat is prima. Een M is namelijk een 38. En normaal heb ik een 36. Dus ik dacht, valt hij gewoon iets groter. Maar prima, weet je. Dus nou, ik die jas besteld. Jas binnengekomen. Hij komt binnen en ik doe hem aan. En hij is wel echt heel groot. Dat ik dacht van, het kan toch geen 38 zijn. Dus ik keek in het labeltje. En stond er dus een 40. Dus helemaal geen 38, maar een 40. En een 40 is een L. Dus dat was gewoon wel echt 2,5 maten groot voor mij. Bij United Wardrobe is het zeg maar zo, als de koper eerlijk is over het product. Dus alle maten kloppen, de foto's kloppen, er zitten geen gaten in, dat soort dingen. Dan heb je verder geen recht op retourneren. Want stel dat het dan niet past, is dat gewoon een ongeluksfoutje. Dat is gewoon het risico van United Wardrobe. Maar als de verkoper een fout heeft aangegeven, dus ze hebben gezegd dat de trui helemaal nieuw is, maar er zit een gat in. Of net zoals nu dan met die jas, zeggen dat het een 38 is, maar het is eigenlijk een 40. Dan heb je dus wel recht om te retourneren. Dus dat vond ik echt heel erg fijn, want die jas was toch wel 120 euro. En anders had ik gewoon opgeschreven met een jas van 120 euro die ik niet paste. Dus toen heb ik een retouraanvraag gedaan en toen mocht ik dus de jas retourneren. Je moet dan wel een soort van bewijsfotootje sturen. Dus ik had een screenshot gemaakt van de advertentie dat daar stond van het is maat 38. En een foto gemaakt van het label waarin stond het is maat 40. Zodat ik wel bewijs had van dat het echt de verkeerde maat was en dat zij het echt verkeerd had aangegeven. Toen mocht ik dus de jas weer retourneren en heb ik dus mijn geld teruggekregen. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus dat vind ik wel heel fijn in United Wardrobe dat gewoon zo betrouwbaar is, zeg maar, dat het gewoon altijd veilig is. Maar oké, dit was dus het hele verhaal. Die roze jas had ik dus mijn geld teruggekregen. Dus toen dacht ik, oké, ik ga wat nieuws uitzoeken. En toen ben ik dus deze schoenen tegengekomen. En dat zijn namelijk deze. Jullie hebben ze al voorbij kunnen zien komen in mijn vlogs of op Insta. Ik kreeg ook al heel veel de vragen van mensen van waar heb je ze vandaan, van welk merk zijn ze. Maar het zijn dus de Sandro Astro sneakers, waar ik echt mega blij mee ben. Rosa die had deze al sinds vorig jaar kerst volgens mij ongeveer. En ik vond ze bij haar altijd al heel gaaf. Maar ik dacht, ja, weet je, ik heb niet echt schoenen nodig. En toen zag ik ze dus bij iemand voorbij komen op Insta. En zag ik, oh, ik vind ze eigenlijk toch wel echt heel erg gaaf. En ik had dus nog shoptegoed over. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon zoeken en zoeken en zoeken. En toen ben ik dus ze dus uiteindelijk tegengekomen. Via iemand die ze in Frankrijk dus verkocht. Want je kan dus ook gewoon dingen vanuit Frankrijk kopen. De verzendkosten zijn dan wel natuurlijk ietsjes meer. Maar de veiligheid is gewoon hetzelfde. Want je krijgt ook weer zo'n trick and trace code. Je weet wanneer het bezorgd wordt. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus ja, Sandro is natuurlijk een Frans merk. Dus de kans dat iemand ze in Frankrijk had in de maat 36 was gewoon veel groter. Ze had ze nog nooit gedragen. De doos zat erbij. Toen ik ze dus laatst binnen had gekregen, toen had ik het dus helemaal gefilmd. Dat ik die doos helemaal open ging maken. En hoe mooi en nieuw ze nog waren en zo. Maar door alle beelden van het verhuis heb ik die dus per ongeluk verwijderd. Echt
heel erg jammer. Want ik wilde die heel erg graag aan je laten zien. Ik was er echt mega excited. Ik zat echt helemaal te springen. Maar ze waren dus nog helemaal nieuw. Kijk, ondertussen heb ik ze wel al gedragen. Het valt nog wel mee hoe vies ze zijn. Aan de buitenkant zijn ze ook nog eigenlijk helemaal niet vies. Maar ze waren gewoon helemaal nieuw. Maat 36. Precies de maat die ik nodig had. En ik was er gewoon super blij mee. Want in de winkels waren ze gewoon niet meer te koop. Dus ja, dat zijn deze. En deze heb ik dan weer gezocht op Sandro Astro sneakers. Omdat de schoenen heten dus zo. En toen vond ik ze dus maar niet. Want ja, Sandro sneakers is natuurlijk best wel Nederlands. En toen ging ik dus de vertaling op zoek naar Frans. En toen was het Sandro Basket. Volgens mij is dat sneakers in het Frans. Want ik dacht, Sandro is een Frans merk. Dus er is een grotere kans dat iemand ze uit Frankrijk wel heeft. Dus toen ben ik het op gaan zoeken in het Frans. En toen ben ik ze dus wel tegengekomen. Ook nog heel veel andere maten. Sommige die wel gedragen zijn, sommige die niet gedragen zijn. Ik vind het bij schoenen altijd wel fijn als ze gewoon nog helemaal nieuw zijn, zeg maar. Ik weet niet, met schoenen is dat toch anders, vind ik. Want iemands voetvorm gaat er wel in staan. Dus vandaar dat mijn voorkeur wel uitging naar hele nieuwe. En die heb ik dus gevonden. Echt met mega veel geluk, denk ik. Maar zoals ik al zei, als je gewoon iedere dag een beetje het in de gaten houdt en gewoon opzoekt, dan ja, vind je het vanzelf wel. Dus ik ben weer helemaal klaar voor de herfst met deze lekkere truien en met mijn nieuwe schoenen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het is een beetje een informatieve video, maar ook een beetje een shoplog in één. Wil je nou weten hoe ik dus al mijn items op United Wardrobe heb gezet? Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik er dus een video van gemaakt. Videolinkje zal in de beschrijving staan, zodat jullie die eventjes terug kunnen kijken als jullie dat zouden willen. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Ik hoop dat ik volgende week tijd heb om een morning routine op te nemen voor volgende week vrijdag. Aanstaande dinsdag komt er wel weer gewoon een weekvlog online, want ik ben deze week weer lekker gewoon aan het vloggen. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. Ik ben heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie dinsdag weer in de weekvlog. Doei!